Oh, nee, nee. Ah. Jongens, jullie krijgen 100 euro per dansje. So, what up, Jeremy, en welkom bij een gloednieuwe video. Kom. Ik zat even in de auto na te denken, heb jij je ooit wel voorgesteld aan mij? Nee. Je hebt je nooit voorgesteld aan mij. Wil je dat ik me nu voorgestellen? Ja. Het is niet zo, hè? Ja, maar laat me even eerst mijn thee weggooien. Auw! Kut in je altijd! Auw! Stel je even voor, alsof ik de liefde op je eerste gezicht ben. Je hebt nooit gezegd tegen mij, hoi. Waar is dat suikerje? Stond altijd hier. Daarom. Los echt op. Zie je, dat is dan beter ook dan die andere suiker, want die moet je nog roeren. Deze die lost meteen op. Dat is gewoon suiker. Dat zijn zoetjes. Ja, maar je doet toch geen zoetjes in je thee? Een suiker. Tenminste, je doet er ook geen poedersuiker in je thee, maar... Ik vind het heel kut dat Jeremy dan hier staat met die kaart. Heeft Link zich ooit aan jou voorgesteld? Nee. Gewoon letterlijk 5 jaar terug. En Jurien heeft zich ook nooit voorgesteld. Nee, dat is niet waar. Hij heeft zich 2 dagen geleden voorgesteld. Ik dacht dat jullie de bank gingen tillen. Maar jullie gaan gewoon dozen tillen. Dat is best saai. Ja, knip het er maar uit. Hé, hey, je veer! Wil je die veer van mij pakken? In mijn haar, bro. Ja, je fucking klootzak. Shit, ik zat mis. Kom. Nee, ik ga weg. Jurien, je moet even tillen. Waarom is Jurien zo traag? Ja, dat snap ik dus ook. Waarom zei ik jullie zoveel? Hier, zal ik het even nog een keer proberen? Het ging namelijk even een beetje fout. Oh shit. Hey Don. Wow. Don, lekker. Niet weglopen. Makkertje. Nee, flikker op. Echt waar, ik heb hier echt geen zin in. Ja, wil je alsjeblieft op. Milan, wij gaan eventjes een sad Roblox movie kijken. Wil je meekijken? Nu al verdrietig. Buiten het feit dat hij 16 middels heeft, wordt hij vast leuk. Klik maar aan. Oh! 15 jaar eerder, nu krijgen we het verhaal. Tom. Mystery box. Het komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer. Maar doe maar gewoon fan. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Oh, ik zit hier toch maar. Je was letterlijk met je handen van, nou, ik zit hier toch. Vorige keer toen we het over Bulgarije hadden, ik kreeg comments. What the fuck, praat je over Bulgarije? En we zeiden niks verkeerd ofzo. Maar hij komt uit Bulgarije. Ja. Dat zie je ook aan zijn cultuurhoofd. Waar komt Pascal dan vandaan? Minecraft. Ja, maar. Hij heeft zijn netherport of zo. Laat eens even iets Bulgarijs. Hoe? Een croissantje. Ja, ik wil aanwijzen. Kijk hier, je pik. Don, daar gaan we naartoe. Had hij zo'n kleine pik? Had hij zo'n klein. Wat doe je? Ik wil met je dansen. Yeah, dans met mij. Hou me vast. Ik wil dat jij nu stopt. Want jij hebt confetti veroorzaakt. Oh, oké. Okay. It needs to be clean! Dit is vet moeilijk! Gewoon bij de oorzaak zitten, gewoon hier. Ja. Wat doe je dan? Je zuigt het in, die stofzuiger sukkel! Dan gaat dat ding exploderen! Ik veeg het even op, ja. Ik had het er net met Link over, Don. Nee. Link heeft zichzelf nooit voorgesteld aan mij. Nee, was dat niet die keer dat we kwamen voor de real life build-off? Ja, toen woonden wij nog bij elkaar, schat. Ja, nee, ja, met Harm ook nog. Ja, en Joost. Volgens mij was dat de eerste die wedstrijd toen... Maar, dat was ook de eerste keer dat ik jou zag en jij had mij ook niet voorgesteld. Hey. Ja, toen zaten wij beneden. Zaten we allemaal op te nemen en toen was echt jouw hoofd zo uit de deur zo. Zo je slaaphoofd komt. Ja, zo ik wou echt zo kijken, wat zijn die 4 jochen in mijn huis? Stel even voor. Hey. Doe het wel alsof ik je eerder. Nee, maar jij hebt minder abonnees. Dus jij zat in mijn huis, dus jij moest eigenlijk voorstellen aan mij. Hoi. Ja, maar doe even alsof ik je eerste liefde ben, weet je wel? En dan voorstel op die manier. Hoi. Als je het nog niet gezien had. nieuwe bank. Leuk, hè? Hij is niet grappig, hè? Jur, nee. Nee, Jurien is niet. Dan ben je waarschijnlijk ook niet zo'n grote Bulgaarse YouTuber. Mensen met 27.000 abonnees in trend 9. We gotta move, guys. We gotta move. Daar is gewoon
100.000 views, 1 brood. Voedselbonnen. Ja, voedselbonnen. Lekker gepoept. Nee. Kun je handen daar wassen? Waar? Letterlijk in de wc. Nou, niet letterlijk in de wc. Doe nou eens voor de vlog leuk, man. Ik doe altijd leuk. Er zijn hele memes gebaseerd op mij. Ja, Don, ik moet het toch vragen. Nee, ik ga niet naar buiten. Sinds wanneer doe jij de was? Doe die smint in de was. Nou, moet je daar niet uit. Ik doe gewoon allemaal dingen in. Ik hoor je! Helemaal niet! Niet doen! Dat is niet leuk! What the fuck? Oh, dat is schoon ineens. Ja, een frisse mond met een frisse wasmachine. Ja, ik hou ervan om mailtjes te krijgen van kijkers. Hey Link, ik zou heel graag ook YouTuber willen worden. Ik zou jou heel graag willen ontmoeten. Ik hoop dat je het niet belachelijk vindt. Stuur alsjeblieft een e-mail terug. Ik zou ook graag video's met jou maken. Oké. Okay. Smiley face. Nou, even terug mee, hè? Ja. Hoi. Maar je schema zit een beetje vol, helaas. Misschien over een maand. Misschien over een maand. Of 38. 38 maanden. Milan heeft geld op de bank. Of toch niet? Want hij heeft een nieuwe bank. Dus dat betekent dat hij geen geld meer op de bank heeft door de nieuwe bank. Oh ja, want de bank die heb ik namelijk niet fucking 12 weken geleden gekocht. Aanbetaling. Bro, kijk eens op het plafond. Dat is een octogram. Ja. Van octogram naar octopus. Wat is een octogram? Bestaat dat? Nee. Een octogram bestaat niet. Jawel. Laten we zeggen, het is iets wiskundigs, oké? Okay? Ja, dat bestaat. Het is een octogram. Dit is een octogram. Ja. Ja, het bestaat wel, Don. Je bent niet goed. Oké, okay, maar een octagram. Nee. Dat is het wel. Kut, dat is het. Dat is het ook. Het is een octagram. Het is een octogram. Nee, dat staat bij mij. Did you mean? Ja. Het is een octogram. Hier staat het als een helper, teamspeler, pionier, netwerker, analyticus. Oké, okay, maar ik wil gewoon een. Het is geen vorm. Doe even rustig. Ik wil. Het is een octogram. Nee, maar we hebben het toch over vorm, hè? En een octagram is dit. Ja, maar een octogram bestaat ook. Yes, dat bestaat niet. Ik wil gewoon een grap maken. En jullie zitten te discussiëren over octo's en octa's. Nou, maar het is nu ook helemaal niet meer leuk. Kijk, bijvoorbeeld je bent wiskundige en je hebt een octogram. En je gaat op vakantie en je gaat duiken. En dan kan je zo doen van, ik ging van octagrammen naar octopussen. Zie je, het is een heel kut ding. Oh, jullie. Kijk, ik heb wel een hele leuke timeline. Mijn timeline bestaat uit Enzo Knol, Enzo Knol, Enzo Knol, Enzo Knol, Enzo Knol. Ja, kijk, we begrepen dat je Pascal niet meer volgde. Maar ons, hè? Ja. De ma... Yes! What the fuck? Ik heb een beuk. Als ik kijk... Nee. Link, wat doet u nou weer poedersuiker in je thee? Ja, geen suiker hier. Dat is belangrijk, hè? Yes. Met dat belletje. Druk op dat belletje. Nee, ik ga niet. Jongens, druk op het belletje! Wat heb je nou weer gepost, Don? 6 minuten geleden ook gewoon. Hij zit nu hier op de bank. Gewoon ben je met ons, post je een foto van jezelf. Ja, maar ook nog dat hij dit doet. Dat hij ja, geld dat verdient. Dat hij geld verdient. Op de bank. En hij moet ons nu volgen op Instagram. Ja, ben ik wel mee eens. Allerbeste vrienden op de hele wereld. Niet zo dicht. Ja. Echt, dit is 10 centimeter afstand zo'n beetje. Kan dichterbij. Ja, tuurlijk kan het dichterbij. Oh. Nee, pak hem gewoon met die Jongen, daar kijkt er niet bij. Oh shit, dat zat goed vast ook. Die ging... I got hit. Nee. Ja. Oh, nee. Ik doe hem ook naar hem. Pak hem even, Jurien. Huis, kom op. Nee, oh, ja, dat meen je niet. Ja, maar wat kijk je nou naar mijn iPhone? Hey, wat is dit nou weer? Yeah. Ja, zeker op. Yeah. Wow. Link, wat is dit nou? Ik dacht altijd dat je Matties was. Jij wil niet met me samenwonen. Wat betrek je mij hierin? Ja, Don, weet je nog? Hou me naar buiten. Don, dat was hou me naar buiten. Don, dat was toch dom. Nee. Je was stout geweest, Stout geweest. Heel gay. Stout, stoute jongen. Open de kiepdom. Auw. Nee. Hou hem niet. Auw. Help. Help. Help.
Ik heb een leuke challenge voor jou. Nee. Je krijgt 100 euro per Fortnite kill, ja. 100 euro. Wil je dat? Wil je 100 euro per Fortnite kill doen? Hij maakt te veel kills. Veel meer kills. Ik ga nu overal gewoon zo rondlopen. Jongens, jullie krijgen 100 euro per dansje. Het zit gewoon een standaard filter dat je hiermee vasthouden. Je krijgt 100 euro. Linkje krijgt 100 euro per kus aan Milan. Nee, doe normaal! Hé, hoe kom je in deze hal? Oh. Jij krijgt 100 euro per... Ook meteen de thumbnail open bij. Doe even een duimpje omhoog doen. Ja. Milan, jij krijgt 100 euro per opruim. Ik wil dat jij even op het belletje drukt. Daar komt ie, daar komt ie. Dat was hem. Genoeg, genoeg buitenlucht voor vandaag. One small step for man. One big step for humanity. Ja. Oh, nee. Nee. Oh. Oh. Don is buiten. Don is buiten. Nee, ja. Yeah. Voel ik erop. Au, au, au. Don is buiten. We zijn zo blij. Wacht. Au, sorry. Ja, maar je gaat ook gewoon echt naar binnen als ik nog in de deur open sta. Don is buiten, jongens. Dit is ongelooflijk. Don is buiten. Oh, gast, je moet wel zelf ook even. Wow. Zo! Ga dood in mijn armen. Hier. Waar is je mobiel en wat is je wachtwoord? Volg jezelf. Ja. Mijn wachtwoord is... Kukkelonie. Geef me je vinger. Yes, ik ben binnen. Hey joh. Oh, ik voel nu al regen. We zijn net buiten, we voelen meteen regen. Tijd om weer naar binnen toe te gaan. Hey! Een oude Jezus. Laat het bij jezelf. Niemand gaat dit begrijpen met mij. Ik wil dat hoor. Oh, sorry, was lekker, maar het deed wel pijn. 201 kapwoning.